2 overvallen in nauwelijks een uur tijd. Rond 12:30 dinsdagmiddag kwam er een melding binnen van een poging tot een gewapende overval op een tankstation van Lukoil aan de Karel de Grote Laan. Een man liep de shop binnen met een steekwapen, maar hij is uiteindelijk zonder buit vertrokken. Kort erop kwam er opnieuw een melding binnen. Dit keer werd een overval gepleegd op het Shell-station aan de Alsterweg. Het is niet duidelijk of er iets is buitgemaakt. De kans is groot dat het om één en dezelfde dader gaat.